Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een vakantievlog. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. De laatste keer dat ik op vakantie ben geweest is echt 2 jaar geleden. En ik ga dus morgenochtend op vakantie naar Portugal. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is nu de avond ervoor, dus ik dacht ik open alvast even de vlog. Ik heb zo meteen de verjaardag van Amber. Dus ik dacht, dan begin ik alvast even met filmen. Ik heb mijn wimpers laten doen, dus nu nog best wel heftig. En ik zie dat ik ook best wel wit ben, mijn foundation. Want dit is best wel bruin, maar ja, op zich maakt dat niet uit. Maar vanaf morgen ga ik lekker voor jullie filmen op vakantie. Echt heel veel zin in. Ik heb mijn koffer ingepakt. En dan vlieg ik dus morgen vroeg naar Portugal. Dus heel veel zin in. Oké. Het is zondagochtend om 5:10 en mijn vader brengt me nu naar het vliegveld. Ik ben echt helemaal kapot en ik ging dus net mijn koffer wegen, dat had ik gisteren niet gedaan. En hij is dus echt 3 kilo te zwaar, terwijl ik ook al een handbagagekoffer heb voor 1 week. Dus ja, ik schaam me echt heel erg. Dus we gaan zien wat er gebeurt. Zou ik zeggen dat ik het daar eruit moet halen? Dus ik ben heel benieuwd, maar we gaan dus nu, ik vlieg via Rotterdam, dus... daar gaan we nu naartoe rijden. Oh, ik zie er echt niet uit na 3 uur dat mondkapje op te hebben gehad. Maar ik ben opgehaald. Ik ben lekker in Portugal. Het weer is vandaag en morgen niet echt super goed, maar de dagen daarna wel. Jij hebt mij nog nooit zien vloggen. Nee. Nu wegrijden. Schaats hier, benzine. Oké, let jij op? De ja. Auto? Ja, wat moet ik doen dan? Oké, dus ik ben net opgehaald en we gaan zo naar het huisje toe. Ik ben echt heel erg benieuwd. En ja, op zich had ik wel echt een goede vlucht. Ik heb dus echt nog wat aan school kunnen doen. Want ik heb dus eigenlijk deze week tentamenweek. Dus ik heb nog iets aan school kunnen doen en nog andere dingen. Dus ja, en ik had nog even Love Island gekeken. Dus eigenlijk wel prima. Ik vind het echt gek om weer te filmen. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in. Dus ik hoop jullie ook. Ik ga gewoon op vakantie filmen. Ik hoop best wel veel. Dus ik ben benieuwd. Oké, we zijn aangekomen in het huisje en het is echt heel mooi. Daarnet regende het, maar nu is het eigenlijk best wel weer prima. Ik zal even een kleine house tour geven. Oké, nou, dit is buiten en dan kom je hier, kom je naar binnen. Wel heel erg leuk ook met al die schelpjes en zo overal. En dan heb je hier de badkamer, heel erg mooi. Zo. En met de douche. En dan, wat is dit dan? Oh, dat is gewoon een elektriciteitskastje ofzo. En de slaapkamer, heel erg leuk. Ik zal even het uitzicht bekijken. Zo. Hoe kom je dan bij dat zwembad? Met de lift. Oh, oké. En dan hier dus de slaapkamer en de kasten. Ga jij je spullen in de kasten leggen? In de lading. Oké. Nog een spiegel voor mijn outfit. Zo. En dan hier heb je nog een klein tafeltje met een spiegel. En de woonkamer, heel erg schattig. Heel leuk. Je hebt echt heel netjes gemaakt, zeg. Echt heel goed. En dan dus het uitzicht. Nee, grapje. Oké, nee, we drinken wel even cola. En dan heb je hier de keuken, heel erg leuk, zo. Dus dat. Oké, wij hebben net lekker eventjes geslapen. Ik ga vanavond mijn make-up doen. We gaan nu eerst eventjes wat eten, even lunchen. Het is nu 2:30. Het licht van buiten is zo fel dat ik er gewoon niet in kan kijken. En ik heb dus ook al mijn koffer helemaal uitgepakt. Ik zal even laten zien. Ik heb wel een beetje veel mee, maar ik zal het even laten zien. Oké, dus ik heb al mijn hele koffer heb ik al eruit gehaald en heb ik netjes opgehangen. En dan heb ik hier al mijn jurkjes en mijn truien en mijn blouses heb ik allemaal hier hangen. En hier 2 truien. En dan heb ik hier lange broeken, omdat het in de avond best wel koud kan zijn. Hier mijn rokjes en zo'n broekje.
nog meer topjes. Hieronder ook nog jurkjes en topjes. En daaronder heb ik dan allemaal bikinis. Wel een beetje veel en daaronder dan ondergoed. Dus dat heb ik gelijk allemaal eventjes uitgezocht. En we gaan dus nu eventjes iets eten. En ik hoop dat mijn huid al beter gaat worden door de zon. Want het is nu echt vreselijk. Oké, en dit is wat ik aan heb. Dit topje is van de Zara. En deze broek is van de Stradivarius. En deze tas is ook van de Zara. Ja. Zo, ik ben wit. Ik moet die camera-instellingen even wat beter zetten. Dan ben ik wat bruiner. Je moet gewoon even in de zon gaan liggen een keer. Oké, we hebben heel lekker frietjes gegeten. En we lopen nu even op het strand. Zijn dit dus al die palen voor de parasol? Voor de parasol. Voor de bedjes, hè? Heel druk is het. Het gaat nu ook regenen. Heel fijn. Nou, welkom op vakantie. Yes. Met de lange broek. Grapje. Mijn haar ook. Oké, we zijn weer terug. We hebben even op het strand gelopen en lekker gegeten. En ik ben dus nu nog even bezig met school, want ik moet nog één ding inleveren. En dan hoef ik de rest van de week gelukkig niks meer te doen. En ik had laatst wat comments over dat mensen het interessant vinden wat ik moet doen voor school. Dus als ik ermee bezig ben, ga ik proberen om er meer over te praten. En nu moet ik dus een soort cultuurbeleidsplan maken voor school. Om te kijken. We hebben een school gekozen, heb ik samen met Florian Vos gedaan. En dan gaan we kijken, ja, in hoeverre muziek, onderwijs en dans en cultuur op de school aanwezig is. En hoe wij dat zouden willen veranderen op school. En ik moet nu alleen nog mijn reflectie schrijven en dan ben ik klaar. Het is nu 6:15. En daarna even klaarmaken, douchen en eten. Hoe laat gaan we eigenlijk eten? Ik heb al trek, maar we gaan nu al trek? Gaan we over een uur? Nou, 8 uur of zo. Oh, ik schrok al. Oh, 8 uurtje of zo. Oh, oké, ik dacht ik heb al een uur nodig om me klaar te maken. Dus ik ben dus nu die reflectie aan het schrijven en dan ben ik klaar. Oké, ik heb mijn verslag heb ik af. Dus daar hoef ik in ieder geval niet meer aan te werken. En we hebben ons nu net klaargemaakt. En we gaan nu lekker uit eten. Wat ik aan heb is dit jurkje van de Zara. Ik denk dat die er nog wel is. Het is nog best wel vrij nieuw. Dus dat gaan wij nu doen. Wij zijn terug vanuit eten. Het was echt super lekker. Ik had wel even kort gefilmd. Mijn haar is echt heel erg pluizig. Doordat het hier heel erg lucht. Die luchtvochtigheid is echt heel hoog. Ik zal nog even mijn outfit laten zien wat ik aan had. Moeten we even dit knoopje dicht doen? Of zou ik nu iets anders aan doen? Ik weet het niet. Maar we gaan zo meteen nog eventjes een wandeling maken. Maar eerst nog even een drankje drinken. Ik ben heel benieuwd naar de cocktail. Ik maak de aller lekkerste gin tonic die er zijn. Oké. Nou, ben benieuwd. Maar het drinken was wel echt lekker. Ik zal even de laatste slok nemen. Ja. Zwart. Oké. We hebben even een drankje gedronken en we gaan dus nu nog even een stukje wandelen. Het is nu 11 uur. Maar in Nederland is nu 12 uur. Goedemorgen, het is vandaag maandag en dit is mijn eerste volle dag. Ik heb gisteren echt een hele leuke dag gehad. Ik was echt zo moe. Ik had de laatste weken zo druk met school en het was gewoon de eerste keer dat ik kon uitslapen. Dus ik heb hier tot 10 uur geslapen, maar Nederland is eigenlijk 11 uur. Dus ik ben helemaal trots op mezelf. En het is vandaag dus nog alleen één dagje, nou, niet slecht weer, maar gewoon iets minder, een beetje bewolkt. Dus ik weet niet wat we vandaag gaan doen, in ieder geval even boodschappen doen. En dan... ja, gaan we vanaf morgen gewoon lekker elke dag op het strand liggen. Heel veel zin in. En gisteren hebben we nog even in de avond gewandeld. Wat heel erg leuk was. En heel erg mooi. En ik ga me dus nu even klaarmaken voor de dag. Ik ga geen make-up op doen omdat ik dus mijn wimpers heb. En dan ga ik me vanaf er lekker klaarmaken voor wat we gaan doen. Oké, ik heb me klaargemaakt voor vandaag. Ik heb dit topje aan van Shein. En deze broek is van de Bershka. Een hele fijne broek. Ik heb deze ook in het zwart. En wij gaan nu even broodjes halen. Filmen. Oké, we hebben net broodjes gehaald en cake. Nou, ik laat het zo wel zien.
Oké, wij zijn nu in de supermarkt. In de Aldi. En we hebben net een scooter gehuurd. Dus daar hebben we net op gereden. Heel eng. Wel heel leuk. Moeten we nog iets anders van dit? Of gaan we gewoon altijd iets halen qua ontbijt? Ja, iets ontbijt halen. Dat is wel lekker. Oké. Dus ik mag geen yoghurt eten met... Toch? Als je yoghurt wil, dan moet je yoghurt halen. Nee, hoeft niet. Oké, en we hebben dus nu... gaan we even boodschappen doen. En... Oh, chippies. Dat kunnen we wel halen. Ja. Hebben ze popcorn? Ja, hij zou ook niet meer. Oké? Maar ik denk dat dat zoet is. Dat ziet er zoet uit. Ik wil liever zout. Ik denk niet dat ze zout hebben hier. Kennen ze denk ik niet. Kennen ze niet. Oh, deze zouten stokjes. Wil je hebben? Nee. Ja, die mag wel, maar ik vind dat te erg stinken. Ik wil gewoon iets naturel. Ik wil gewoon de original. Ja, doe maar. En welke wil jij? Heb jij een ander? Oké, we doen even een shoplog van wat we hebben gekocht. Water. Zet dat gewoon er helemaal in? Ja, helemaal vol. Moet ik dat doen of? Nou ja, kom maar. Wc-papier hebben we gekocht. Ik ruik naar benzine of zo. Je hebt die tukjes geplet. Ja. Tukjes. Oh, okay. Snoepjes. Appels. Gezond. Healthy. Een cola. Cola. Dat is allemaal in. Oh. Oh, dat is wel. Het zijn er 24, hè? Heb je nog even, hè? Wat doe je daar allemaal? Pringles. Oké, we gaan nu even lunchen. We gaan even pizza halen. Alleen de pizzeria is dicht. Dus we moeten nu even ergens anders pizza halen. En straks om 5 uur, nou in Nederland om 6 uur, maar hier om 5 uur speelt Nederland. Dus dat gaan we ook even kijken. Eet smakelijk. In dit licht ben je dan zo wit. Oké, wij liggen op het strand. Ik kan mezelf ook nu niet zien. We hebben eerst even lekker wat gegeten. En toen gingen we even op het strand zitten, maar toen had ik nog een lange broek aan en een trui. Toen dachten we eigenlijk best wel chill om even op het strand te liggen. Dus we gaan nu een uur of zo op het strand liggen en dan gaan we daarna voetbal kijken. Volgens mij is het ingezoomd. En dan daarna gaan we lekker uit eten. En dan is dag 2 alweer voorbij. Het is inmiddels 7:45. Ja, ik denk het zit. Oké, het is inmiddels 7:45. Wij gaan nu eindelijk avondeten. We hebben net voetbal gekeken. Nederland heeft net 3-0 gewonnen. Woehoe! Yes. Love it! En we gaan nu lekker eten. Heel veel zin in. Ik vind het eigenlijk best wel warm. Ja, het is goed om dat te doen. Toch? Ik ben de vlogs aan het editen, want ik ben alweer een tijdje thuis. Maar dit was de eerste vakantievideo. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. De rest van de vlogs worden nog veel en veel leuker, omdat het deze dagen natuurlijk een beetje slecht weer was. En ik zal ongeveer 2 à 3 dagen in een vlog stoppen. En vanaf nu wordt het ook alleen maar mooier en leuker. Dus ik hoop dat jullie de eerste video leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer bij de volgende vakantievideo. Doei doei!